dus mijn sauskommenverzameling. En u wil ze verkopen? Ja. Waarom? Ik ga kleiner wonen, dus ik kan ze gewoon niet allemaal meenemen. Ik vind deze heel mooi en er zijn er zoveel mooie deze. En hier heb ik er ook nog staan. Die rode, die zijn ook heel mooi. Dit is 30 jaar sparen. De sauskom is juist echt mogelijk omdat die niet zo groot is. En dat heeft ook wel meegespeeld, ik denk. En toch, elke keer trok mijn oog weer naar die sauskommen. En dat blijft dan blijkbaar. En er wordt mij wel eens gevraagd van, hoe hou je die schoon? Nou, ik heb eigenlijk regelmatig vanaf het begin, één keer per jaar, deed ik ze dus allemaal in het bad. En dan een handdoek onderin en dan allemaal water erbij. En dan één voor één schrobben, afdrogen en weer neerzetten. Wat ik nu ga verzamelen... dat zou ik zo nu niet weten. Ik moet natuurlijk niet te veel meer naar marktjes gaan en naar kringloopwinkels, want dan krijg ik misschien toch een beetje spijt.